Goedendag, hier weer de Cardano Week video. Alvast een gelukkig nieuwjaar en laten we hopen dat er veel lage koersen komen waardoor u mooi en goedkoop kan instappen. Laten we eens beginnen met wat economen allemaal verwachten van de ECB. Want de markt gaat er wel vanuit dat de ECB met maar liefst 7 rentestappen gaat komen. Maar voor dit jaar verwachten de economen er slechts 3. Ik denk dat de economen gelijk gaan hebben. Uiteindelijk zullen ze wel aan de 7 komen, maar dan zijn we nog een jaar verder, eind 2025, zoals u uit deze Financial Times grafiek ziet. En dan natuurlijk een heleboel te doen over de Rode Zee. Schepen durven er niet meer doorheen, dus moeten omvaren en daardoor wordt het een stuk duurder en een stuk langer. Dus u zult wat langer moeten wachten op uw AliExpress dingetjes. Maar dat betekent ook dat het allemaal dus duurder wordt. En dat zien we hier in deze containerprijzen. Die waren weer genormaliseerd tot het oude niveau van 1000. In de coronacrisis ging het zelfs boven de 5000. Maar we zien het nu weer heel snel stegen richting de 2000. En dat betekent ook wel dat het weer zijn impact op de inflatie gaat krijgen. Een beperkt effect, gelukkig. Maar het is wel een opwaarts effect, terwijl we de hele tijd op lagere inflatie zaten te kijken. En dan, wat verwachten we allemaal voor het komend jaar? We zien heel duidelijk dat de strategen een beetje optimistisch zijn. Dat waren ze vorig jaar ook. Kijk hier hoe dat beetje optimisme heeft uitgepakt. De koersen zijn enorm hard gestegen, bijna 25% in de Verenigde Staten. Dus iedereen zat er ver en ver naast. Er was er geen één van de grote strategen die deze niveaus had ingeschat. Of moeten we gokken zeggen. Dan kijken we naar China en kijken we naar Amerika. En het leuke is, als je nou 10 jaar geleden had gevraagd aan iemand, waar moet je nou in beleggen? Chinese tech, dus Tencent en Alibaba en dat soort bedrijven. Of moet je nou juist in Amerikaanse tech beleggen? Nou, logischerwijs dat China veel harder zou groeien. Dat viel in ieder geval tegen qua koersen. Als we gaan kijken, 10 jaar geleden en nu, dan heeft u precies 0% rendement gemaakt over 10 jaar lang. Heel erg pijnlijk. Terwijl, als je het in Amerikaanse tech had gedaan, dan waren de koersen met 450% gestegen. Nou ja, zo zie je maar dat ook hier beleggen, dat voorspellen met beleggen erg moeilijk is. Dan de agenda van de komende week. Nou, we beginnen met allemaal Chinese cijfers over inflatie. En we hebben Japanse inflatie en Amerikaanse inflatie. Dus genoeg om naar uit te kijken. En let op, met name als het over China gaat, op de 13e zijn de Taiwanese verkiezingen. En dat kan nog wel wat impact hebben in de relaties tussen de Verenigde Staten en China. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.